Ik ben werkzaam voor anderhalve dag in de week als portfolio manager bij het programma Nieuwe Energie Overijssel. Dat is een samenwerkingsverband van de provincie Overijssel met een aantal maatschappelijke partners en ook een aantal gemeentes en waterschappen, et cetera. Ik was hier op uitnodiging van de gemeente Almelo om ook feitenkennis te verhogen op het gebied van de energietransitie in Almelo. Wat kan de gemeente Almelo concreet doen de eerstkomende jaren? Nou, vooral aan de uh, slag gaan. Uh, plannen maken is één, maar uitvoering is uh, twee. Dat is het allerbelangrijkste. Dus uh, het gaat om de uh, ja, combinatie van duurzame energievormen, die echt nodig is om de totale opgave uh, te behalen. Uh, meneer Wiertz, uh, D66 in de gemeenteraad. U heeft het uh, politiek uh, beraad bijgewoond over. De klimaatakkoorden vertaald naar regio en vertaald naar de gemeente Almelo. Vindt u dat de gemeente Almelo voldoende doet? Uh, de afgelopen jaren heeft de gemeente Almelo niet genoeg gedaan. Waar kwam dat door? Um, omdat de gemeenteraad niet meer wilde doen. Uh, en uh, omdat de gemeenteraad daar ook geen geld in wilde steken. Dus ja, dan, uh, dan gebeurt er niet genoeg. Okay, we hebben alle vormen van duurzaam energie nodig. Ook in de, in de combinatie. In die, die kan per gemeente ook uh, verschillen. Maar uh, elektriciteitsopwekking is één, warmteopwekking is twee, is minstens zo groot. En dan hebben we nog mobiliteit. Uh, het is echt een legpuzzel. Van duizend stukjes waarvan de stukjes elke minuut bij wijze van spreken weer veranderen. Dus het is echt uh, complex en ingewikkeld. En uh, we moeten gewoon aan de gang gaan. Uh, nou, het moet niet alleen zonne- en windenergie zijn. De, uh, biomassa is bijvoorbeeld genoemd en warmte en koude opslag en alles bij elkaar moet je het dan gaan halen. Uh, en dat hoef je ook niet in Omelo alleen te doen. Het is een regionale samenwerking. Uh, dus in regionaal verband binnen Twente moeten we die doelstellingen gaan halen. Duurzaam energie is gebiedsontwikkeling. Dus het Rijk kan vanuit Den Haag daar van alles op denken. Maar het gebied, ja, daar gaan de gemeentes over en de samenwerkende gemeentes. Dus ik denk dat het een hele verstandige keuze is om het zo te doen. En er zit ook niks anders op. Wil je dus ja, aan de energietransitie uh, wat gaan doen, dan zul je dat met de regio's uh, moeten doen. Want die gaan daar over de ruimte.